Oud-NRC Next hoofdredacteur Rob Wijnberg is een nieuw speeltje begonnen, de correspondent.nl. En iedereen die zichzelf ook maar een beetje serieus neemt, is inmiddels lid. Want zeg nou zelf, opinies van Femke Halsema en essays van Arnon Grunberg, die wil je natuurlijk niet missen. Volgens Wijnberg is de correspondent dan ook niet zozeer een nieuwssite, maar meer een dagelijks medicijn tegen de waan van de dag. Iets dat wij van harte toejuichen, want dit land schreeuwt om verdieping. Waar ben jij nu zo mee bezig vandaag? Wat is voor jou het onderwerp? Cyprus. Oh, dat vind ik zo waan van de dag. Ja, dat kan zo zijn. Kom op, Ferry, even dieper. Daar denken de spaarders op Cyprus heel anders over. Ja, dus, ja, vandaar. Maar even iets dieper. Het is zo de dag wat de dag speelt. En dan gaat het om Gouda, waarbij de stichtchef heeft gezegd van ja, het groeit me boven het hoofd. Oh, dat vind ik zo waan van de dag. Ja, maar ik vind het toch wel een belangrijk onderwerp. Zwaan van de dag, je moet dieper. Je moet iets... Maar dat is redelijk diep. Het is zo plat. Oh, dat vind ik helemaal niet. Nee? Nee. Ik vind het juist goed als journalist even de tijd nemen. Even uit die waan van de dag even nadenken over. En dan met iets komen. Echt iets belangrijks. Zoals jullie dat altijd doen. Ik ben blij dat je lacht. Laat even zien dat hij lacht. Ik heb dadelijk een interview over matchfixing. Dat vind ik ook zo waan van de dag. Dat is echt zo, ja. Zo hyperig, zo achter elkaar aanlopen. Ja, toch. Waarom wordt dat niet onderzocht? Een ander onderwerp. Nu is zojuist bekend geworden dat de nieuwe paus dat daar een aanslag op is gepleegd. Daar gaan we het niet over hebben, want dat is een beetje de waan van de dag. Wat is er? Ja, een ander onderwerp. Je zegt van alles wat mij niet bekend voorkomt. Dus nee, maar het is ook waan van de dag, dus daar gaan we het ook verder niet over hebben. Ik wou het hebben over, je hebt in Zuidoost-Azië een boktor die wordt daar bedreigd. Waar gaat het allemaal over? En waarom? Diep je nou eens eerst en lees nou eens andere dingen. Ja. Sta nou eens stil bij het leven. Nee, maar de hele dag gaat het over de paus. En dan is de eerste 8 bladzijden van de krant gaan daarover. Dan krijg je Cyprus. En dan krijg je... Allemaal waan van de dag. Turkije. En dan pas komt die boktor. Ik had net wat vragen voor u over Turkije en dat gedoe. Over dat lesbische stelletje. Waar ik toch even sorry zeg. Hoezo? Nou ja, het is ook waan van de dag. Nee, het is gewoon uw vak. Nou ja, nee, ik vind het nou juist goed als wij ons een beetje uitdagen om nou niet juist die waan van de dag, maar wat dieper. Even dat we even... Excuses aanvaard. Dank u wel.